Zo, we zijn live. Het is voor mij hier mijn eerste live uitzending op de groep van Kimya. En nou, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Sandra. En ik ben bijna 32 jaar. Ik ben getrouwd, ik heb 2 kinderen. En in mijn vrije tijd hobby ik heel graag. En dat heeft geresulteerd in de vraag van Tietze en Femke of dat ik wat aan jullie wilde laten zien over het Word Punch Board. Dus dat ga ik nu doen. Het Word Punch Board wordt door We Are Memory Keepers gemaakt. En geeft je de kans om steeds weer mooie lijntjes met woorden te maken die je overal op kan gebruiken. Hey, Martine en Lianne zijn er, gezellig. En je kunt ze op de woorden die je maakt, die kun je op je kaarten gebruiken, op je scrap layouts, in je planners. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het op gebruiken. Dus, en ik ga jullie daar vandaag wat allemaal over vertellen. Hij komt in een leuke doos, hele compacte doos is het. En daar zitten in een punchboard. Dat is deze, het grote ding. En er zitten 26 bonsjes in, oftewel het gehele alfabet. Ik zal het even goed in beeld brengen. Er zit dus 26 bonsen in, dus alleen het alfabet. Ik weet niet of er wellicht nog cijfers gaan uitkomen of leestekens. Maar dat zou natuurlijk wel een hele leuke toevoeging zijn hierop. Ook zit er in een handleiding. Altijd handig. Maar goed, we zijn allemaal creatief en we beginnen allemaal zonder te lezen. Tenminste, dat denk ik dus wel. En dat is wat ik gedaan heb. Op het moment dat je je doos openmaakt, zitten daar dus je punchboard in. En al je letters zitten op deze manier aan elkaar. Hey Mieke, gezellig. Jij bent er ook. Ik vond de kriem en ik ga ze nooit meer zo terugzetten. Want je krijgt ze haast niet van elkaar af. Moet je zien wat voor kracht ik moet zetten om het... Oh, zo, dat was hem. Van elkaar af te halen. Ik heb ondertussen zelfs een nagel opgebroken de vorige keer. Dus ik vond dit nogal lastig. Dus ik heb ze allemaal van elkaar afgehaald. En ik ga ze nooit meer zo op elkaar zetten. Maar het kan dus wel, als je dat zou willen. Er zit op elke pond, zit er aan de voorkant zit er een soort... ja. V'tje, zeg maar. Een balkje met een V'tje erin. En op de achterkant van iedere pons zit een sleufje. En dat past dus zo precies in elkaar. Ik ga het niet meer in elkaar zetten, want ik krijg het haast niet los. Maar goed, ieder voor zich natuurlijk. Ik heb besloten om ze gewoon lekker los te bewaren. Ik ga nog even dieper op dat ponsje in. Nou ja, dat er een letter in zit... Dat is voor iedereen wel duidelijk. Je kunt hem dus ook los gebruiken. Maar ook in het bord. Wat er ook op zit. Ik had het net al over deze. Maar er zit hier ook een klein palletje. En die zit aan de achterkant zit die er ook op. En dat zijn de pinnetjes waarmee die precies in het ponsbord gaat passen. Het ponsbord. Daar kunnen 10 ponsen, 10 letters tegelijk in staan. Kunnen gewoon allemaal achter elkaar. Er zitten allemaal cijfertjes ook in. Dus ook het midden is aangegeven. Is heel handig voor als je woorden langer dan 10 letters zou willen ponsen. Dat is makkelijk om het verder te laten lopen, zeg maar. Er zitten allemaal kleine ribbeltjes in. Dat is dus, daar passen dus al die palletjes in. En die ribbeltjes hier zo, die zijn genummerd. Die lopen van 1 tot en met 73. Op het moment dat je wil gaan
bonzen, zet je je eerste, zet je gewoon op nummer 1 en je kunt ze allemaal aansluiten. En je zult dan ook zien dat die vakjes die hierin zitten, die zijn dan allemaal precies bedekt. Stel nou, je hebt een heleboel geponst. Ik heb alles er al uitgehaald. Je kunt hem natuurlijk zo hoep, op zijn kop leegkieperen. Maar goed, het is natuurlijk ook wel handig dat je hem aan de onderkant kan openmaken. En je precies je treetje met al je lettertjes hebt. En je dat in één keer weg kan kieperen of apart kan leggen. Zo. Nou, gezellig dat jullie allemaal kijken allemaal. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik zei net al, het is mijn eerste live-uitzending en ik ben best wel een beetje nerveus. een beetje gek misschien, maar goed. Ik ga van alles laten zien op het moment dat ik te snel ga, onduidelijk ben, wat dan ook je hebt vragen. Typ het even, ik lees mee op een ander schermpje, dus ik zie alles voorbij komen. En dan leg ik het gewoon nog een keer uit, dat is geen probleem. Ik denk, nou, ik heb verschillende strookjes al gemaakt, om te proberen natuurlijk. En je kunt er elk woord in maken wat je maar zou kunnen bedenken. Dus ik heb hier bijvoorbeeld voor gefeliciteerd gekozen. Ik heb hier voor smile gekozen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het ermee mee ponzen. En wat je vooral kan zien is dat je twee verschillende groottes kan maken. Dit is de standaardgrootte en die zal ik jullie ook als eerste laten zien. Maar er zijn ook al genoeg trucjes om de letters wat dichter op elkaar te krijgen. We gaan gewoon beginnen. Ik denk dat ik het gewoon maar eens... wat zullen we eens voor het eerste woord doen? Laten we er tanks van maken. Ik zet ze gewoon allemaal achter elkaar in mijn ponsbord. Daar staan ze. Dan pak ik een velletje papier. En ik heb bewust een lekker fel kleurtje gekozen, want dan kunnen jullie het goed zien. En ik schuif mijn papier erin. Dus precies tot hier die uitsparing. Verder kan het niet namelijk. En door deze dicht te drukken, werkt hij als een soort hefboom. En pons je alle letters tegelijk. Heb je een keurig woord. Thanks. In de beschrijving staat dan dat je je strookje papier moet afsnijden op 1,6 centimeter. Dus dat ga ik nu doen. Ik weet niet of dat in beeld is, maar goed, dat snappen jullie vast wel, hoe je 1,6 centimeter moet afsnijden. Dat is dit. Nou, ziet er leuk uit, toch? Wat ik dan wel jammer vind, is als ik op 1,6 centimeter afsnij, dat het lettertjes niet in de midden zitten van mijn strookje. Ze zitten voor mijn gevoel meer naar de bovenkant dan naar de onderkant. Oftewel, uit het midden hou ik niet zo van. Dus wat ik ga doen, ik ga hem gewoon nog een keer ponsen. Want de letters zitten er toch nog in, dus dat is lekker makkelijk. En ik leg hem weer in mijn trimmer en ik ga hem afsnijden op 1,5 centimeter. En dan zal ik jullie ook gelijk het verschil laten zien. Deze is afgesneden. Oh, ik zit precies met mijn lamp met de schaduw, zie ik nu. Op 1,6 centimeter. En deze op 1,5. Persoonlijk vind ik dit mooier, want hier zit het meer in het midden. Dus zij adviseren 1,6 centimeter. Ik hou het op 1,5, vind ik gewoon iets mooier. Nou, wat je ook kan doen, is ik ga wel weer even mijn letters op alfabet terugzetten, want anders kan ik ze straks niet meer vinden. Daar ben ik ook zo lekker kei in.
is het woord hallo maken. H. A. L. Nou heb ik nog een L nodig, maar die heb ik dus niet. Ja, onderste is mooier, hè? Dat vond ik dus ook. Dus vandaar toch de andere half. De L. Heb ik er maar één van, maar ik heb er dus twee nodig. Dus wat ik dan doe, je kan zeggen van nou ik sla het vakje over en ik zet hem er hierin. Maar als je nou net niet helemaal zeker bent van hoe dat hij nou, of dat hij nou goed staat of niet, pak je gewoon een andere letter, zet je er even in, sluit je volgende letter aan en je haalt de foute letter er even tussenuit. Ik zet mijn strookje, of mijn papier zet ik er weer in. Dan heeft hij dus de L overgeslagen. Dus die zet ik nu in mijn ponsbord om tegen de O aan. En vervolgens haal ik mijn letters er allemaal uit. En ik ga de L losponsen. En heb ik alsnog het woord hallo. Dus ook met letters die dubbel voorkomen, kun je gewoon uit de voeten. Je moet alleen twee keer ponsen. Maar doordat het ja, eigenlijk heel makkelijk gaat, je hebt heel weinig kracht nodig, is het dus ook helemaal niet erg om nog een keer te moeten ponsen. Nou, nu heb ik dus ondertussen al lekker wat lettertjes in mijn bakje hieronder verzameld. Het heeft helemaal geen effect op je ponsen als je ze erin laat zitten. Ik vind het fijn om het gewoon af en toe even leeg te gooien. Zo. En het leuke is, die kun je natuurlijk ook gewoon los gebruiken. Dus stel nou, ik heb hier even een strookje. Ik wil daar een woordje op leggen of op plakken. Kun je natuurlijk gewoon de letters erop vastplakken. En nou zie je al dat ik ontzettend aan het klungelen ben om het recht te krijgen. Dus dan krijg je er van mij gratis een tipje bij. Gebruik je ponsgedeelte als negatief. Wel eerst even lijm op je letter doen natuurlijk. Of hierin met zo'n fijn pennetje. Een lijmpennetje. Druk je letters erin. Lijm laten drogen. En vervolgens haal je zo je mal eraf en heb je je letters keurig recht staan. Even een tipje tussendoor. Dat is natuurlijk altijd handig om te weten. Ik ben persoonlijk niet zo van de lettertjes bewaren. Ik pons wat ik nodig heb. En als ik ineens een heleboel afval heb, doe ik dit. Ik heb met mijn Fuse een zakje met lettertjes gemaakt. Kun je er gelijk een schuddertje mee maken. Het ziet er ook weer leuk uit. En je hebt je restjes ook nog eens nuttig besteed. Ik ga weer heel even mijn letters terugzetten. En dan ga ik heel even door. Zo. Nou zien jullie ook wat er verschil in zit. Dit was de normale letter, zeg maar. Dus wat verder uit elkaar. Maar dat is best wel groot voor op een kaart. Want als ik nou even een kaart pak. Hè? Het is al een oudje. Maar stel nou dat ik dit hier nog op zou willen verwerken. Ben ik best wel een stukje van mijn kaart kwijt. Dus persoonlijk vind ik dit dan weer mooier. Dat het wat korter op elkaar staat. Nou, dat kan allemaal. Dus dat ga ik jullie ook laten zien. Ik pak mijn punchboard. En aangezien we net het woord tanks gelegd hebben, daar kan ik het best even mee vergelijken. Ga ik dat nu weer even maken. Wat ik dan doe, ik begin gewoon met de T hier vooraan. Dan ga ik niet met de H verder, maar met de daaropvolgende letter. Dus ik pak de A. Die sluit ik tegen mijn T aan.
Dan sla ik er weer een letter over. Dus dan pak ik de K. En die zet ik er weer tegenaan. Hé, hey, Fem, je bent er ook. Even kijken. Dit schuif ik nu hierin. En dit pons ik. En nou heb ik tak staan. Kun je misschien ook wel wat mee. Maar je kunt er ook gewoon nog een heel ander woord van maken. Deze zet ik weer even. Deze letters haal ik er nu uit. En dan pak ik mijn tweede letter. Dus de H die ik zou moeten hebben. En dan zie je op het punchboard zie je allemaal die groefjes. Die hadden getalletjes zoals ik net al zei. En wat je dan doet met je H. Die zet je niet op het eerste vakje. Want anders pons je vol door de T heen. Maar die zet je op de 5. Oftewel de streep die hier doorloopt. Dan zit je precies in het midden van die twee vakjes. En kun je vanaf daar ponsen. Je volgende letter, dat wordt de N, sluit je dan wel weer daar gewoon op aan. En de volgende ook weer. Dus dan hou je hier in het begin heb je een heel klein stukje over. Maar daar zit dus die T. Dus ik schuif mijn papier er weer in. Druk hem erin. Pons mijn letters weer. En voilà. Ik heb mijn letters tanks wat dichter op elkaar staan. Nou, is toch hartstikke leuk zo? Even kijken, ik snijd deze weer heel even af. Ben ik even buiten beeld, maar dat is niet zo erg. Net wat meer ruimte om dat te doen. En dan gaan we gewoon eens even vergelijken. Nou, dan is dit voor op een kaart veel makkelijker. En natuurlijk moet iedereen voor zich weten wat hij doet. Maar deze vind ik dan wel weer heel erg leuk. Wat nou als je twee woorden wil ponsen? Je kunt het vast wel raden wat je dan moet doen. Love you gaan we doen. Ik heb nu het woord love. Pak mijn Y. Die gaat dus in het volgende vakje. Of je zet er even een pons tussen voor de ruimte om ze gewoon weer aan te kunnen sluiten. En je haalt deze eruit. Nou moet ik mijn O overslaan, want die zit hier al. Die heb ik niet extra. Dus ik zet deze weer even hierin. En dan pak ik mijn U. Zo. Nou, op. Zo. Mijn ei is verschoven. Zo, even opnieuw erin gezet. We willen geen scheve letters, daar hou ik niet van. Zo. Bla. Nou heb ik dus alvast love. Nou, en dan twee losse letters. Schuif mijn O even over naar waar die zou moeten komen zitten. Oh, ik ga er gelijk mee gooien. Dat gaan we niet doen. Nou, Sam, lekker bezig. Ik haal gewoon mijn O er gelijk weer even uit. Dan weet ik weer niet waar die staat. Dan gaan we het weer opnieuw doen. Zo. Hey, Monique is er ook. Gezellig. Kijk. Nou zijn we er. Hebben we love you. En nou hoor ik jullie denken. Kunnen die ook dichter op elkaar? Ja hoor, dat kan. Oh. Ik ga deze weer even netjes afsnijden.
Zo. Hier gaan we dus mee werken. Ik begin weer met mijn L. Sla één letter over, zoals we net al een keer gezegd hadden. En dan de V. En dan komt er in principe een spatie. Want we slaan één letter over. Oh, Akke, je hebt er ook één besteld. Dat is leuk. Nou, daar ga je echt geen spijt van krijgen, kan ik je vertellen. Want hij is zo leuk, dat bord. Waar waren we? Oh ja, spatie. Als ik hem nou hier zou zetten, is het dus net of dat ik een woord achter elkaar ga maken. En dat is niet mijn bedoeling. Dus wat ik ga doen, ik heb hem normaal gesproken op pinnetje 17 staan, als ik hem zou aansluiten. Ik ga hem naar 21 zetten. Daarmee krijg ik iets ruimte. En weet ik ook, doordat ik hem in 21 zet, hoeveel ik zo meteen even over moet slaan. Er zit hier nu wat ruimte tussen. En dat is dus straks mijn spatie nadat mijn E er ook gestaan heeft. En dan leg ik mijn U erin. En ga ik ponsen. Lijkt nog nergens op, hè? Dan ga ik weer, zoals we net al zeiden, op 5 mijn E zetten. Of mijn O, sorry. Ik maak er helemaal een raar woord van. En mijn E aansluiten. Ik had normaal gesproken net op 17 mijn zou mijn spatie zitten, zeg maar. Die heb ik naar 21 verplaatst. Dus die heb ik 4 vakjes verplaatst. Dus wat ik ga doen, ik heb eigenlijk die O weer nodig. Maar ja, dat kan nu even niet. Dus ik pak heel even een andere. Nee, dat hoeft eigenlijk niet trouwens. Want ik kan hier nu gewoon de O en mijn E achteraan ponsen. Zo, kijk, nou heb ik het woordje love. Heb ik al. Wat ik nu moet doen, ik ben 4 vakjes opgeschoven. Dus waar ik normaal gesproken deze op 21 zou zetten, ga ik hem nu op 25 zetten. Zo. En dan pons ik hem. En heb ik alsnog Love You staan. Met die vakjes, welk gaatje je moet hebben, is een beetje een gepuzzel. En dat heeft me in het begin even tijd gekost om eruit te komen. Maar als je eenmaal de truc door hebt, is het best wel makkelijk. Vinden jullie het fijn als ik nog zo'n woord doe met een spatie erin? Dan kunnen we het gewoon nog een keer zien. Dan misschien, door het wat vaker te doen, heb je het sneller door. Ik ga gewoon nog een woord doen. Ik ga eerst dit weer even terugzetten. Ho, ik laat jullie schudden. Ik hoop dat jullie niet misselijk worden. Sorry, ik tik tegen mijn statief aan. Ik ga eerst nog even mijn kleinere woordje afsnijden. Kun je het verschil weer eventjes zien. Doe ik weer even buiten beeld. 1,5 centimeter breed het strookje. En het verschil. Tadaa. Wat je overigens ook kunt doen, is gewoon eerst een strookje van 1,5 centimeter snijden. En dan een woord ponsen. Nou ja, wat laten we doen? Tanks waren we vooral mee bezig. Dus dat gaan we gewoon weer even doen. Kan ik het jullie gelijk laten zien. We hebben tanks. We schuiven ons stripje erin. Ook die gaat hierboven in het hoekje gewoon tegen het puntje aan. Oh. Maar dat vind ik dus lastig. Daarom snij ik met een groot stuk papier. Op het moment dat ik hem nou loslaat, schiet hij iets uit een hoekje.
En dat vind ik niet mooi, want dan komt hij natuurlijk weer niet rechterop te zitten. Zo, nou zit hij goed. Kijk, nou zit hij scheef. Nou heb ik toch net mijn papier schijnbaar weer een tikje gegeven. Dus daarom vind ik het makkelijker om vanaf een groot stuk te ponsen. Goed. Letters weer op alfabet. En dan gaan we een woord van twee letters. Of twee woordjes ponsen. Wat zullen we eens maken? Ietje. Ik ben even inspiratieloos. Wat voor twee letters. Nou, we doen wat er hier op het doosje staat. Stay wild. Dat gaan we dan ponsen, maar dan wat dichter op elkaar. Dus we pakken de... Oh, fijne kerst, Lianne. Vind ik eigenlijk ook wel goeie. Gaan we die doen. De F. Slaan we er één letter over. Dus de J. Dan de E. Want we slaan weer een letter over. Je vraagt waar ik de losse alfabetponsjes bewaar. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Want ik zei net al, ik ga ze niet meer in elkaar klikken. Dus ik moet daar gewoon nog eens even wat op bedenken. Maar voor nu staan ze eigenlijk nog op mijn bureau, omdat ik ze overal op gebruik. Ik heb ze nog niet gebruikt, zeg maar. fijne kerst gingen we maken, de K. Die zou ik normaal gesproken, zou ik mijn K op vakje 25 zetten. Ik schuif hem 4 plekjes verder om mijn spatie te krijgen. Dus ik zet hem nu op 29. Dan pak ik mijn R en mijn T. En pak ik mijn papier. Schuiven we er weer in. Zo. Eerste letters zijn gemaakt. Haal ze er weer even uit. De F, die heb ik niet meer nodig. De J heb ik niet meer nodig. Zo. Dan pak ik mijn I weer. Die zet ik weer op vakje 5. En mijn E sluit ik aan. Vervolgens zou ik dus weer een E moeten ponsen. Maar ja, die heb ik even niet. Dus ik ga even een andere letter tijdelijk ervoor inzetten. Als ik hem als volgende letter zou ponsen, zou die op 21 komen. Maar dat gaat dus niet. Oh nee, wacht even. Er moet nog een letter tussen. Zij gaat naar... Oké, nou zit ik heel even te rommelen. Want ik heb hier zelf ook al een behoorlijk gat. Ik ga eerst even fijner maken. Gewoon. Mijn N. Had ik al bijna de fout ingegaan. Ik moet geen E hebben. Kijk. Zo. Heb ik het woord fijne al. En dan moet ik dus mijn E en mijn S moet ik hebben. Zo, nou moet ik heel even kijken. Want eigenlijk, ik zet hem er ook gewoon soms wel eens in. Oh, dan zet ik mijn S verkeerd. Moet ik hem dus... S moet hier. Zo kun je het ook zien, hè. Een beetje... omslachtig misschien, maar door gewoon je papier ertussen te houden of goed neer te leggen, kun je ook gewoon kijken waar die zou moeten. En zit hij ook. En nou had eigenlijk mijn spatie had iets minder groot gemogen, want hij is nou wel heel groot. Maar goed, dat ja, vind niet heel storend op deze manier. Wat ik dan wel weer... Het zit gewoon steeds even ver uit elkaar. Maar doordat die I een hele smalle letter is, lijkt het toch of dat er hier best wel veel ruimte tussen zit. En dat vind ik dan wel weer jammer. Maar goed, ja, het kan allemaal. Je kunt het gewoon zo verwerken natuurlijk.
Gaan we weer even afsnijden. 1,5 centimeter. En we hebben weer een leuk stripje. En ik had hier nog een woord op zitten. Die snij ik ook even af. Zo. De hallo. Die we net al een heel eindje terug gedaan hebben. Even zien. Oh, Ingrid, jij wil weten hoe dat het dichter op elkaar moet. Je bent wat later ingestroomd. Nou, ik ga het gewoon nog een keer uitleggen, want we hebben genoeg te ponsen. Eerst mijn letters weer terug, want anders vind ik het nooit meer. Zo. We hebben net smile gedaan. Ver uit elkaar. En nou wil je hem wat dichter op elkaar. Ik pak mijn eerste letter van het woord wat ik wil ponsen. En dat zet ik gewoon vooraan in het bord. De tweede letter sla ik over. En ik pak mijn derde letter. En die sluit ik aan op mijn eerste letter. Dan sla ik dus de volgende letter weer over. En pak ik de E. En zet ik weer in mijn bord. Dan ga ik ponsen. En lijkt het nergens op. Maar goed, dit is het begin van het woord. Ik pak mijn M en mijn L. En mijn M moet nu erin. En in plaats van te beginnen bij dat eerste uitsparingje, zet ik mijn M op getalletje nummer 5. En vervolgens sluit ik mijn L daarop aan. En ga ik mijn papier inschuiven en ponsen. En heb ik mijn woord lekker dicht op elkaar staan. En zoals ik al zei, dit verwerkt wat makkelijker dan dit. Even kijken. Ik ga hem weer even leegmaken. Ik vind het net iets makkelijker als ik hem leeg heb. Je kunt hem overigens wel heel makkelijk weer in elkaar zetten. Want hier aan de achterkant zitten 3 gaatjes. En er zitten hier 3 lipjes. Dus die klik je in elkaar. En dan gaat hij zo dicht. Klikt hij gewoon dicht. Even kijken. Zo. Hoppakee. Woorden langer dan 10 letters. Ja. Ook die kunnen we doen. Je hebt 2 opties. Je gaat hem dicht op, of je zet hem gewoon op normale afstand. En je moet 2 keer je letters opstellen. Of je zet ze dicht op elkaar. Gefeliciteerd is bijvoorbeeld zo'n woord met meer dan 10 letters. Even kijken, je wil Astrid wil graag zien hoe je het doet als je 2 dezelfde letters in een woord hebt. Dus dan niet 2 dezelfde naast elkaar, maar bijvoorbeeld Christmas. Nou, is goed. Ik moet alleen even een nieuw stukje papier pakken, want ik ben onderhand er doorheen geponst. Hapsakee. Dicht op elkaar. Oké, dat gaan we doen. Christmas, dicht op elkaar. We beginnen met de C. De H slaan we over, dan pakken we de R. I slaan we over, dan doen we de S. Oh, hier, ze zit in elkaar geklikt. S. De T, dan wordt het de M. Oh. Dan slaan we de A over en zou ik de S moeten ponsen, maar die heb ik nu hier. Dus dat kan even niet. Dus ik ga dit nu ponsen. En ik pak eigenlijk gelijk mijn S. Die zou hier moeten staan. En deze gaan er even uit.
Zo. Dan heb ik dus dit staan. En dan gaan we de H weer op pinnetje nummer 5 zetten. Dan sluiten we de I daarop aan. De T en de A. En dan moet ik heel even een spellingscheck doen. Komen we dan uit? Ja, dan komen we als het goed is gewoon uit. Zou ook zo wat zijn als ik nou gewoon een heel verkeerd woord heb geponst. Hè? Dat er verkeerde letters staan. Zo. En voilà, Astrid. Ik heb het woord Christmas. Dicht op elkaar. Ik snij hem weer heel even af op die 1,5 centimeter. Kan ik hem jullie nog even laten zien. Even kijken, Ingrid, je vraagt je af of het papier niet helemaal naar achteren geschoven wordt. Nee, kijk, er zit hier op het punchboard zit er een... Oh, ik laat jullie weer schudden, sorry. Een hoekje. En dit is tot waar je jouw papier erin moet zetten. En er zit hier een hetzelfde pinnetje. Dus je kunt ook je papier nog zo. En dan weet je zeker dat hij recht ligt. Dus het klopt dat hij niet helemaal tot daar erin geschoven wordt. Want dat is niet nodig, want je ponsen die zitten dus hier. Heb ik daarmee je vraag beantwoord, Ingrid? Even kijken. Zo, ik ga mijn letters ondertussen gewoon vast weer terugzetten. Dat alfabet, dat leer je wel hoor, door dit te doen. Als je nog even twijfelt hoe het alfabet zit, moet je een paar keer die ponzen wegzetten. Dan weet je het precies. Even kijken. Nou, Christmas. Even kijken. Voordat de vragen kwamen, zei ik, we gaan een woord van 10 letters doen. Meer dan 10 letters. En toen zei ik al, van je kunt er dus voor kiezen om het in een paar keer te doen. Of om je letters dichter op elkaar te zetten. Oh, fijn Ingrid dat je het snapt zo. Helemaal goed. Ik ga jullie eerst laten zien hoe ik mijn letters dicht op elkaar zet. Dus ik pak mijn G, weer in dat eerste vakje. Mijn F, de L, dan de C, dan de T, een E en een D. Zo, begin is er weer van het woord. Ik haal ze er weer even uit. Weer even in de beginpositie. Ik heb nodig een E. Zet ik dus weer op vakje 5. Zo. Dan zou ik weer een E nodig hebben. Maar die heb ik dus nu even niet. Dus ik pak even een willekeurige letter. Die zet ik even daarvoor in de plek. Dan heb ik een I nodig. Ja, die letters die zet ik bijna blindelings weg. Ja, dat komt omdat ik het zo vaak al gedaan heb. Dat alfabet... Ja, nou ja. Hè? Mijn I staat erin, maar ik heb nog een I nodig. Die heb ik niet. Dus dan zet ik deze weer. En dan heb ik ineens een E nodig. Maar die heb ik dus ook niet, want die staat hier al. Dus zet ik nog even een willekeurige letter in. En dan pak ik hier mijn R. En ik haal deze twee eventjes eruit. Nou begint al wel meer ergens op te lijken. Mijn E moet nu hier tegenaan. En vervolgens moet ik mijn I nog een plekje opschuiven. En heb ik nog een E nodig. Maar dan moet ik dus nog een keertje even ponsen. Zo. Dus ik schuif gauw mijn E hier achter mijn I. I weg. En weer ponsen. En ik heb gefeliciteerd. Hij is bewerkelijk vanwege veel herhaling in de letters. Maar nog steeds gewoon mogelijk om te ponsen.
Ja, het puzzelen. Het is even puzzelen inderdaad, maar je komt er vanzelf wel. Hoe vaker je het doet, hoe sneller dat je het in de gaten hebt en hoe makkelijker het dus gaat. Dus op deze manier kan je gefeliciteerd maken. Ga ik weer heel even afsnijden. Kan ik op een nieuw stukje beginnen. Zo. En nou ga ik het doen op de gewone afstand. Ik begin met de G, E, F. Pak weer even een andere letter. Die zet je erin. Dan de L en de I. Die hou eruit. Felicie. Die er weer even in als vervanger. Oeh, sorry. Jullie mogen weer schudden. C. En die E die heb ik dus weer eventjes niet. Waar ik mijn letters, waar ik mijn woordjes voor gebruik. Nou, onder andere. Oeh, zit de letter in vast. Labeltjes. Erg leuk om aan je cadeautje te hangen. Als titel op je kaart, op je scrap layout. Ik heb op het moment geen voorbeeld bij de hand. Maar ik liet net al een keer een kaart zien. En ik heb hier dus nu met een stempel gefeliciteerd op gemaakt. Maar je zou die stempel kunnen natuurlijk net zo goed vervangen door deze. En zeker bij een mannelijke kaart. Hartstikke stoer lettertype. Kan prima. Je kan hem ook gebruiken. Stel je hebt een planner. Maak je de maanden van het jaar. En daar maak je tapjes mee, zeg maar. Of je doet... ik zei van de week met een heel gek gezicht tegen mijn man. Misschien ga ik de potjes met kruiden in de keuken wel labelen. Maar heb je een mooi rond potje. Die toevallig potje vingerverf staan. Maar hupsakee. Plakbandje eroverheen. En het is gewoon duidelijk wat erin zit. Je kunt zo gek niet verzinnen of je kunt je letters gebruiken. We zijn creatief genoeg natuurlijk om de toepassingen voor te vinden. Mijn woord zat er helemaal... Ja, want die E... Ja. Nu maak ik hem bewust even op de lange wijze. Want anders is mijn papier niet lang genoeg. En ik lijn hem hier gewoon weer op. Ja, in TN kan ook heel goed. Ja, kan overal. En ik merk wel, je ziet dat ik met een arm extra kracht zet. Hoe meer letters erin staat, hoe meer kracht dat je nodig hebt. En op zich heb je nog steeds niet heel veel kracht nodig. Maar ja, toch wel wat, zeg maar. Nou ga ik eerst even mijn missende letters erin zetten. Een TN is een traveler's notebook, Astrid. En dat kun je voor meerdere dingen gebruiken. Dus voor je dagelijks leven. Als een soort bullet journal. Of reisverslag in vastleggen. Hè. Je kunt er van alles mee doen. Zo. Hoppa. Dan pons ik eerst heel even deze. Zo, nou staan mijn letters in ieder geval achter elkaar door. Nou moet ik dus verder. Wat ik dan doe, is ik pak mijn T. Die zet ik in die center pin, dus precies in het midden. En ik pak mijn E. Nou, heb ik er weer even één nodig die ik niet heb. Dan die in. Een R. En een D. Die er even gauw tussenuit voordat ik een verkeerde letter pons. Dan zet ik mijn T eventjes. Zo. Erin. Ik zorg nog wel dat die steeds daar ligt. En ik haal mijn T eruit. Zo. Dan zet ik mijn E nog even een stukje om. Hopla. En heb ik een lang woord geponst. Hé, hey, Esther, ben je er toch? Zo. Maar goed.
Dit is een kaart van 15 bij 15. Past die niet op. Wat wel weer heel leuk is overigens. Dat zag ik vanmiddag op Pinterest voorbij komen. Heb ik niet zelf bedacht dus. Is om dan nog met langere stroken of wat aan elkaar te maken. Snij hem heel even af. Hangt even wat makkelijker laten zien. En stel, je hebt een ingepakt cadeautje om dit erom te doen als lint. Zo. Heb je toch ook wat aan je lange woorden? Hè? Is hartstikke leuk. Dan zou je zelfs hier weer een nieuw gefeliciteerdje aan kunnen plakken. Volgens mij even zo, ja, Pinterest voorbij zien komen. Dus je kunt er alle kanten mee op eigenlijk. Ik heb ondertussen heel veel laten zien, denk ik. En naar mijn idee heb ik ook alles laten zien. Heb ik iets gemist? Of hebben jullie ondertussen nog vragen? Zo ja, gooi ze er dan in, want dan laat ik nog wat zien. En als jullie nou geen vragen meer hebben, dan sluit ik hem af. Kijk, we hadden het net nog heel even over dat opbergen. Hè? Stel nou dat je... Ik heb zo'n doos staan. Van Kim jij bijvoorbeeld. Hele leuke vensterdozen. En ik heb hier op het moment alleen een deksel, want ik heb de onderkant ergens anders voor gebruikt. Maar stel je vult zo'n doos. Je kunt ook maatje kleiner. Heb je en overzichtelijk. Zo, hopskee. Verticaal ponzen. Ja, nou, dat denk ik niet. Want je letters moeten er zo in. Dus als je verticaal gaat ponzen, kom je niet verder. Want je wil dus zo verder. Maar je komt nooit meer hierin. Dus dat wordt hem niet. Dan zouden de letters moeten draaien. Dus tenzij jij een super uitleg hebt waardoor het wel lukt, sta ik helemaal open voor. Even zien. Kijk nou. Hey, doosje pimpen. Perfecte oplossing. Of misschien zelfs een iets kleiner doosje. Misschien passen ze hier allemaal wel in. Kijk, en dan heb je zelfs nog ruimte over. Mochten er eventueel wat leestekens komen, heb je ze allemaal in een doosje. Pas precies. Zo. Nou, ik geloof dat alles duidelijk is. Ik ga jullie bedanken voor jullie geduld en voor jullie aanwezigheid. En ik vond het superleuk om dit voor jullie te mogen doen. En ik wens jullie allemaal nog een fijne avond. Doeg!